Aqualex is opgericht in 2010 als een jong groeibedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in leidingwaterkoelers en designkranen. Zowel voor B2C als B2B. Dus van particulier tot ziekenhuizen en rusthuizen. Wij leveren eigenlijk toestellen aangesloten op leidingwater. Die maken van het leidingwater lekker plat en bruisend water. Een perfect alternatief voor flessenwater. In 2019 zijn we verhuisd met Aqualex naar de E17 en hebben we een volledig nieuw experience center gebouwd om onze klanten onze nieuwste producten en innovaties te kunnen tonen. Ons R&D-team werkt er iedere dag aan om een mooi product te maken. Het is ook met dat mooi product dat we de markt proberen te overtuigen om eigenlijk geen flessenwater meer te kopen. Die flessen die worden vervoerd van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de wereld of van het zuiden van het land naar het noorden van het land via vrachtwagens over een overbeladen net. Wij zorgen ervoor dat die vrachtwagens eigenlijk niet meer moeten rondrijden en dat je eigenlijk gewoon thuis, het water die bij iedereen thuis komt of in het bedrijf, genuttigd kan worden op een goede manier, een mooie manier en dat je dus sterk bruisend water of plat water kan nuttigen. Aqualex is een echte pionier. We zijn product leader. R&D en innovatie zit in ons lijf en het stroomt door onze aderen. Dus we proberen echt het nieuwste product op de markt te brengen, het mooiste design. De dingen moeten mooi zijn, ze mogen niet saai zijn. En dat is iets waarop we focussen. Zoals je kunt zien achter mij, verschillende kleuren, afwerkingen, met de soorten afwerkingen in kranen. Vraag wat we ons proberen eigenlijk echt in te spelen op de nieuwe interieurtrends en het verschil te maken in de markt en niet zomaar een waterapparaat aan te bieden. We zijn een jong en ambitieus team. Jaar na jaar staan we in de trendsgazellen, in de top 10. Dat is iets waar we naar streven, groei, vooruitgang. We geloven er stevast in dat binnen 10 jaar teruggekeken zal worden van hoe dat ook mogelijk was, dat we 10 jaar geleden nog met flessenwater zeulden. De transformatie is ingezet. Iedereen zal uiteindelijk overgaan op leidingwater. Het komt bij iedereen thuis of in alle bedrijven. We geloven daarin en we zijn de markt momenteel keihard aan het openbreken. En we zetten al onze mensen daarop in. Het is de toekomst. Corona gaf in 2020 veel opportuniteiten. We hebben een volledig nieuw touchless systeem op de markt gebracht. Als eerste ter wereld een aanraakvrije kraan. Dus plat en bruisend water bedienen zonder uw handen te gebruiken. En daarnaast hebben we beslist om zwaar te investeren in IT. We hebben onze IT-partner Christiaans gebeld. En we hebben beslist om eigenlijk onze versie van Navision die we in 2015 geïnstalleerd hadden, te upgraden naar Business Central. In 2015 waren we als jong bedrijf al overtuigd van Christiaans en overtuigd van de investering in Navision. We waren toen nog maar met een tiental mensen. Maar dat heeft ons geen windeieren ingelegd. En de beslissing was nu ideaal, 5 jaar later, om over te stappen naar het nieuwste van het nieuwste, naar Business Central. We hebben nog geen seconde spijt gehad. Een van de belangrijkste moeilijkheden was dat Aqualex moest blijven draaien uiteraard. Dat we allemaal moesten actief blijven en dat er eigenlijk geen invloed mocht zijn van het ene systeem naar het andere. Dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Maar beide teams hebben eigenlijk de koppen samengestoken en we hebben eigenlijk een zeer goed resultaat. En het is ook zeer snel gegaan. Dat was ook een van de vragen bij ons. We hadden het graag volledig geüpgrade en geïntegreerd binnen de maand. Want dat heeft net iets langer geduurd, maar ongelooflijk resultaat en vrij snel zonder eigenlijk veel problemen. Een van de redenen dat we graag ook samenwerken met Christiaans is omdat het een team is die zeer goed opgeleid is, heel veel kennis heeft en dat ze ook bereid zijn om mee te groeien in de toekomst, want we zijn zeer ambitieus en willen verder blijven groeien. We gaan jaren nog trends vanzelf proberen te worden en dan hebben we een IT-partner nodig die mee kan en dat is duidelijk dat dat gaat lukken van beide zijden. Het verkoopsproces binnen Aqualex is volledig geautomatiseerd. Alles start eigenlijk bij de vertegenwoordiger die op de baan gaat met een online catalogus. Daarin staan alle verkoopsartikelen vermeld die natuurlijk rechtstreeks gekoppeld zijn aan Business Central. Zeer eenvoudig om te gebruiken en binnen Dynamics wordt dan eigenlijk al de achterliggende data eigenlijk al opgeslaan, waaronder artikelkenmerken, verkoopsprijs, omschrijving, etc. Die artikelen worden natuurlijk ook geselecteerd door de vertegenwoordiger. Die worden dan in een offerte gestoken en bij goedkeuring naar een order. Dan wordt een verkooporder aangemaakt en dan start eigenlijk heel het installatieproces. Bij het aanmaken van een verkooporder wordt er gekeken als de artikelen al dan niet op voorraad zijn. En als ze niet op voorraad zijn, worden ze uiteraard besteld. En die op voorraad wordt eigenlijk rechtstreeks doorgestuurd naar de planningsdienst, wordt er contact opgenomen met de klant en wordt er natuurlijk dan bij de klant zorgvuldig geïnstalleerd. Een installatie van Aqualex bestaat uit 7 verschillende onderdelen.
Deze worden allemaal beheerd binnen Business Central, dus binnen de artikellijst. We hebben twee componenten, we hebben de inkoopartikelen en de verkoopartikelen. De verkoopartikelen worden vermeld op de offerte, maar natuurlijk onderliggend bestaan deze uit veel verschillende onderdelen, waaronder de inkoopartikelen. Deze beheren we ook binnen Business Central. Deze worden ingekocht op basis van wat er op assemblage is, dus wat er effectief verkocht is geweest door de vertegenwoordigers, en ook op basis van de veiligheidsvoorraden. Op deze manier zorgen we ervoor dat we ten allen tijde alles op stok hebben. Binnen Aquaplex hebben we vier verschillende opdrachten, zijnde installaties, interventies, onderhouden en leveringen. Deze worden allemaal beheerd binnen Business Central. We beginnen met de installatie. Nadat er een toestel of kraan succesvol wordt geïnstalleerd, wordt er binnen Business Central een serviceartikel aangemaakt. Hier vinden we de nodige informatie terug, zoals waar het toestel geïnstalleerd staat, als ook het serienummer ervan. Op deze manier hebben we een perfect overzicht van wat er aanwezig is bij de klant. Serviceartikelen worden ook opgenomen in een servicecontract. Dit gebruiken wij om aan te geven wanneer we moeten langsgaan voor onderhoud. Servicecontracten genereren opdrachten, zijn de serviceorders, die wij dan ook meegeven met de technicus. Op deze manier weet de technicus perfect wat er moet gebeuren, op welk toestel en waar. In het geval van een defect wordt er ook een serviceorder aangemaakt. In het serviceorder wordt het probleem omschreven, zodat de technicus weet wat er gaande is. Natuurlijk kan de klant ook CO2 en bijhorende accessoires bestellen. Dit wordt in een verkooporder gegoten binnen Business Central en dat wordt op zijn beurt dan ook meegegeven met de technicus. Ook onze boekhouding doen wij zo volledig en automatisch mogelijk in Navision. Voor wat betreft de verkoopfacturen kunnen wij dus rechtstreeks vanuit onze verkooporders of serviceorders verkoopfacturen of servicefacturen aanmaken. En waar de klant dat wilt of wenst, werken wij ook al met Pepple, die daarin ook een toepassing is. Voor wat betreft de aankoopfacturen werken wij met Document Capture, waarbij wij dus al onze aankoopfacturen in PDF doorsturen naar Navision en zo ook zo automatisch mogelijk onze inkoopfacturen kunnen boeken. Achteraf kunnen we dan ook onze leveranciers betalen vanuit Navision door een betaalbestand op te laden in Isabel. En om het hele plaatje in totaal te zien, dan gaan wij ook rapportages bouwen in onze JIT Reports. Die ook gelinkt is aan de database van Navision en van waaruit we allerlei analyses kunnen doen. De relatie met Christiaans is zeer positief. Intussen hebben we al heel wat maatwerk. Dit wordt natuurlijk behartigd door Christiaans. Ik sta vaak in contact met Christophe. Al mijn aanvragen stuur ik rechtstreeks door naar hem. En ik moet eerlijk zeggen dat hij dit zeer snel oplost en dat ik zeer tevreden ben met het resultaat.